Ik denk ook wel ergens, waar bij mij die angst van dansen begonnen is, is ook angst voor vrouwen. Ah. Ja, dat komt bij elk probleem komt daar bij jou op neer. Die zijn er om op te lossen. En dat is precies wat wij, Anna Chimbrere, Stefan Pop en ik, Tex de Wit, in deze podcast doen. Welkom bij Zo Opgelost. Vandaag hier live in Tivoli Vredenburg in Utrecht op het NPO Luister Podcast Festival komt het probleem van Stefan Pop. Ja, ik heb eigenlijk twee problemen. Heel even één kort probleem voordat ik mijn eigen probleem ga vertellen aan jullie. Ik heb even één probleem met jullie als publiek. Ik weet dat we hebben gezegd dat we heel blij zijn dat jullie er zijn. Maar dan moeten we toch iets van het hart. Want wij staan dus op van die podcast streamingdiensten. Waarbij je dus ook beoordelingen en recensies kan achterlaten als publiek zijnde. En wat was Tex blij zeg toen we deze recensie kregen. Het heeft als titel Met zo iemand als Stefan. 4 sterren. Dus ik dacht nog bij mezelf, oké, dit gaat wel de goede kant op. Toen kwam de tekst. Prettige podcast en heel fijn dat deze steeds op de maandag uitkomt. Ook fijn dat er naast twee bijzonder intelligente mensen ook iemand als Stefan meedoet. Zodat je als luisteraar het idee krijgt dat je ook weer niet zo onsnugger bent. Kijk, dit probleem kunnen we heel snel oplossen. Marco, ben jij in de zaal? Marco durft niks te zeggen nu. Maar goed, dus toen dacht ik, nou, dan wil ik, als er een live publiek is, wil ik wel eventjes gewoon laten zien dat ik ook gewoon hele intelligente problemen kan hebben. En toen waren we al heel vrij snel uit wat voor probleem we gingen doen. Dat is namelijk, help mij voor mijn angst van dansen af. Wow. Ja. Ja, dat bijt elkaar een klein beetje, want ik dacht, ik wil even etaleren dat ik ook intelligent ben, maar... Ja, zeker hier in deze zaal, waar in het weekend wordt gedanst. Ja. En leek het me ook wel een goed probleem. Ik weet niet of meer mensen dit probleem hebben. Je hebt dansangst dus. Dansangst. Ja, nou, er zijn twee dingen verschillend. Ik vind dansen leuk. Oh. Maar dan kan je nog steeds wel een angst hebben om te dansen. Ik vind dat heel vaak word je in een hoek gedrukt. Jij moet dansen. Of er is een situatie en er wordt er van je verwacht dat je moet dansen. Zeg maar, de zin, waarom dans je niet? Je bent niet gezellig. Hmm. Dat ligt er best wel onder. En dat vind ik jammer, want er zijn heel veel situaties waarin ik best wel gezellig kan zijn. Ja. En dat ik niet hoef te dansen. Oké. Dat vind ik. Dus ja. Ik heb een soort van angst dat als ik ergens ben op een feestje of ook in een discotheek heb ik het gevoel van oké, ik moet de hele tijd dansen. Wil ik niet. Je wil niet dansen. Maar je vindt dansen dus wel leuk, maar je bent er ook bang voor. Ja. Dat anderen het zien en erover oordelen dan. Ja. Oké. Hebben meer mensen dit probleem? Misschien even handjes? Wie durft er niet te dansen? Of dan ga je er niet bij. Nee, ga weg. Ben ik de enige? Nee, maar ben ik de enige met een dansangst? Oh, er zijn meer mensen met dansangst. En als je, maar er waren echt maar 4. Ja. Dan voel ik me. Er waren maar 4 van de 3000 die... Jullie zeiden tegen mij, dit is echt een heel goed probleem om met een publiek te gaan bespreken. Dit is herkenbaar. Veel mensen hebben dit wel. Maar ik weet van onze vorige liveshow dat wij een introvert publiek hebben. Dus die steken niet graag hun hand hoog. Nee. Nou, het heeft wel met introvert zijn te maken. Ja. Dat je dus ergens bent. Ik was bij jouw verjaardag bijvoorbeeld. Ja. En dan voel ik aan jou dat jij naar mij kijkt. En dat jij denkt, Stefan heeft het niet naar zijn zin. Dat is ik moet hem erbij halen. Ja. En hij moet dansen. Ja, Stefan zit al 5 uur lang nootjes te eten. Er passen geen nootjes meer in die wangen, dacht ik. Voor mij gezelligheid ook nootjes eten kan zijn. Ja. Maar ik vind het grappig om dit te horen. Want ik heb dit inderdaad. Ik dans heel graag. Ook met net iets meer ruimte dan er is. Maar ik denk inderdaad, als iemand niet staat te dansen, dan denk ik, oh, hij of zij vermaakt zich misschien niet. Laat ik hem erbij betrekken. Maar dat voelt voor jou dus eigenlijk als extra pressure. Dus dat moet ik niet meer doen. Nee. Oké. Nou, het is al opgelost. Duidelijk. Nee, ik denk dat ik veel voor jou ga kunnen betekenen. Want ik kom hier ook vandaan. Oké. Ik kom hier vandaan, maar ik ben eruit geklommen. Oh ja? Ja. Nou, wow. Ik heb gewoon, het is, ik weet niet of mensen mijn lichaam hebben gezien, maar een soort heel lang,
En ik werd ook, op middelbare school was ik niet zo heel lang. Ineens was ik heel lang. En dan probeerde ik een beetje ongemakkelijk te dansen. Maar alles ging alle kanten op. Ja, gewoon. Die plant staat er die ook plant, gevaarlijk. Ja, zo was ik een beetje, zo. En toen weet ik nog, we waren met de middelbare school in de zesde klas, waren we op een soort kamp. En toen stond ik ook te dansen, wat ik dacht dat dansen was. En toen zei een meisje in mijn klas, je moet ook je voeten bewegen. En blijkbaar had ik dus jarenlang, zoals zo'n plant, gewoon alleen maar een beetje bewoog met mijn armen. En dat was al een revolutie al. En dan ben ik heel benieuwd naar wat is er gebeurd met het voetenwerk? Het voetenwerk, ik ga dat zo wel even voordoen. Leuk, okay. Kom ik zo op terug. Ik wil eerst even zeggen, er is een officiële angst, de agorafobie. Van het Griekse woord goro, dat is Grieks, dat is heel, heel oud, Steven, heel moeilijk. Dit is wel te moeilijk woord voor mij. Ja, dat is te moeilijk woord, dat snap ik. Wat is dat voor woord? Nee, goro, dat is dansen. Dansen, oh, okay. En Grieks is een andere taal en dat is dan vertaald en dat heet dansen. Nee, dat is echt, er kunnen echt mensen echt fysiek last van hebben. Dat als ze moeten dansen, dat hartkloppingen en zweten en dat je dus daar echt last van hebt. En dus, het gaat voor sommige mensen ook zo ver dat ze feestjes en dan wel bruiloften en zo vermijden. Echt, dat is zielig. Omdat ze dan denken, ik moet meteen naar Stefan. Nee, ja, maar laat mij dan inhaken bij de bruiloft. Bruiloft, dan heb je de hele dag en dan is het 11 uur en dan is het tot 3-4 uur 's nachts dansen. Dat is heel veel dansen. Ja. Ja. Ja, het is niet dat het even een kwartiertje dansen is en dan iets nee, anders. Nee, maar ik snap niet dat het niet geaccepteerd is. Dat je gewoon, nu gaan we een half uurtje dansen. Dan gaan we weer zitten en dan weer. Ja, dat is waar. Maar ik bedoel, dus jouw ambitie, we gaan wel jou ervan afhelpen. Jouw ambitie is een keertje dansen op een bruiloft. Het is niet dat je in een club in een kooi wil gaan staan dansen of zo. Nee. Ik heb ook nog breng dansles. Breng de kooi naar binnen! ik heb nog dansles gehad. Echt? Dus het is wat niet, voor dans? Nou, je hoeft niet zo sceptisch te doen. Nee, gewoon, wat voor dans. Dus toen woonde ik in Madrid en denk ik een merengue en salsa. Met een, toen had ik het mooiste meisje van het groepje toegewezen gekregen. Eerlijk, moet ik wel bij zeggen, hè. Een Peruviaans meisje. Dus daar heb ik de merengue en salsa mee gedanst. Wauw. En dat ging goed? Ja, maar ik ben... Ik denk ook wel ergens, waar bij mij die angst van dansen begonnen is ook angst voor vrouwen. Ah. Ja, elk probleem komt daar bij jou op neer. Ik moet boodschappen doen, dat lukt niet. Nee, maar heel eerlijk, dat vond ik wel altijd, dat hield me wel echt tegen, ja. Ja. En dat meisje was heel mooi. Laat ik zo zeggen, als zij zou solliciteren bij de NPO, dan zou ze meteen worden aangenomen. Je luistert nog steeds naar het NPO, luister. Podcastfestival vanuit Tivoli Vredenburg. In het oude systeem, ja. Stefan. In maar het oude systeem. Voor het laatst maar ik ben zo even opgelost. Naar jouw theorie wilde je, want mag ik inhaken op wat jij ging zeggen? Ja, tuurlijk. Want ik wil niet je gas voor je voeten wegmaken. Oh nee, joh. Nou, het leuke is dus, want jij zegt... Echt weer zo'n molle actie dit, hè? Ja, gewoon, sorry, pak het. Ik ga zo enveloppen weggooien. Dus jij zegt eigenlijk van... mensen hebben dus inderdaad... als ze die angst hebben, dan komt er stress allemaal vrij... en dan worden ze onzeker. Maar eigenlijk is dansen juist bij uitstek iets om te ontspannen. Dus dansen bestaat al zo lang als de mens bestaat ongeveer. Er zijn geen culturen bekend die niet op één of andere manier dansen. Dus er is altijd wel iets van bewegen idee, op ritme. In Alkmaar of zo? Dat nee. Daar niet, nee? Zelfs in Alkmaar. Oh, okay, ja. Als ze die kaas rollen. Nee, dus het kan al zo simpel zijn als er wordt gedrumd... en er wordt, weet je wel, heen en weer geswingd... of zingen in een koor of whatever. Dus alles wat met muziek te maken heeft... en synchroon daarop bewegen of geluid maken... is eigenlijk al een vorm van dansen. En dat maakt dus de sociale cohesie sterker. Dus bij de meeste mensen komt er juist allemaal knuffelhormoon vrij, oxytocine, stofjes waar je heel vrolijk van wordt. Behalve bij mensen met die angst, daar komt totale stress en paniek vrij. Dus daar werkt het aan. Wat leuk. Wat geniet ze weer, sorry. Hoor. Nee, ik wou alleen maar even zeggen... Dat iemand naar huis wil, terwijl er een feestje aan de gang is. Nee, maar ik wou dus zeggen, het is extra zielig. Want veel mensen zullen juist zeggen, nee, dansen is juist goed. Want dan word je vrolijk en dan kan je ontspannen. Maar er zijn dus mensen die gewoon eigenlijk beter niet kunnen dansen. Want ze gaan er alleen maar gestrest van worden. Maar dat is inderdaad precies dat iedereen die niet wil dansen, herkent die situatie op het feestje. Ja, kom op joh, dat is leuk. Ja. Kom eens leuk. En dan word je echt helemaal gek, hè, denk ik. Ja. Ja. Nee, ik heb even op dansfora gezeten. Oh. Ik heb ook dans-YouTube-films gekeken, hoor. Kom ik zo op. Maar dansfora... Maar echt ter voorbereiding van dit? Ja, zeker, zeker. Nee, een hobby. Ik heb me voorbereid. Nee, het eerste is dat als je dus hieruit wil komen... is toch de tip om even thuis te dansen. Ja. Even zonder mensen om je heen. Oké. Okay. Zo beginnen. Ja, dus niet hier. Nee, kan ook. Ja. Maar dat is wel heftig meteen. Nee, maar dus even thuis dansen. Ik weet niet, dansen als iemand thuis? 1 tuurlijk, 3 handen. Nee...
Nee, ik bedoel, dat is een manier om te doen. Er is ook een, als je op een feest bent en je wil daar dansen. Het is dus wat Anna, die trekt jou die zaal in. Van, ja. Je moet meteen helemaal los. Maar de tip is ook om een beetje erin te komen. Hè, de beat. Je kan het langzaam opbouwen. Als jij gaat sporten, ga je ook niet naar de sportschool. Dan ga je meteen, weet je, nee. Dan ga je ook even warming-up doen. Dus je kan even hem voelen zo. Je hoeft niet meteen helemaal los te gaan. Wat Anna, die trekt aan je mouw, maar je zegt, Anna, sorry. Ik kom eraan. Ja. Hè, ik groove er even in. Wat je ook niet meer moet doen, is zeggen dat je niet kan dansen. Dat doe jij niet echt. Maar als je dat tegen jezelf zegt, ga je dat geloven. Dus nee, dat is verleden tijd. Jij kan dansen. Jij bepaalt alleen zelf wanneer je dat wil. Nee, ik kan dansen. Ja? En er is zoiets als het spotlight effect. Mensen denken dat er continu een spotlight op ze gericht is. Ja, dat is in dit geval even wel. Ja. Hey. Ja, ja. Is beter. Maar dat is dus niet zo. Op de dansvloer, je denkt dat iedereen allemaal bezig is met hoe jij daar staat te dansen. Maar dat is niet zo. Nee. Daar ligt er ook aan hoe je danst, ja. Toch? Ja, maar er is wel een bepaalde manier van dansen. Aantal mensen wat ik op mijn 16 heb verwond, dat was waarschijnlijk wel aan de gang. Hebben jullie toevallig ook gevonden of het inderdaad zo is dat vrouwen dansen leuker vinden dan mannen? Dat gevoel heb ik een beetje, dat vrouwen het leuker vinden dan... Laat ik zo zeggen, ik heb niet heel veel vrienden gehad die zeiden... Ik heb echt gisteren met de boys echt lekker gedanst. Nee, toch? Dat is toch zonder het meteen seksistisch te maken, maar het is... Komt minder vaak voor. Ik heb het niet gevonden. Ik heb er ook niet echt naar gezocht eigenlijk. Ik ook niet. Misschien dat mannen geacht worden wat cooler te doen of zo. Weet ik niet. Nou, volgens mij zijn er twee categorieën mannen. Je hebt de categorie mannen die zijn echt bloedfanatiek. Die gaan echt voor dansen. En je hebt een groep mannen die wel gewoon drankjes haalt. Ja. En meedoen met rondjes geven. En soms heb ik ook het gevoel dat sommige mannen gewoon blijven dansen. Omdat ze denken, nou, dan hoef ik geen rondjes te halen. Ja. Nou, je hebt de Nederlandse man, de gemiddelde, heel veel Nederlandse mannen, die doen een beetje zo. En als ze me echt voelen, dan doen ze dit. Dan gaat er één handje de lucht in. Nou, en de festival heb je ook deze zo. Oh, ja, die zo, oh, ja. Ja, precies. Dat je alsof je een soort iets omhoog klimt of zo. Je hebt gewoon een paar... En sinds Joost Klein is hakken weer terug. Ja, hè? Hakken. Dus kunnen nu ook weer. Maar dat vind ik echt gevaarlijk om te gaan hakken. Ja, met jouw ledematen is dat wel spannend. Ja. Nee, ik heb dus een filmpje van de Wall Street Journal. Dat is een hele moeilijke krant, allemaal moeilijke woorden, Steve. Ja. In Amerika... En die hadden een dansfilmpje en er was een vrouw die zei... Ik wil iedereen die niet kan dansen even aanraden om gewoon een beetje basisvoetenwerk te doen. Ja. Dus ik wilde toch even met zaal... Ja, yes, zullen we dat doen? Met zullen we het even doen? Doe jij mee, Steve? Nee, dan heb ik het al opgelost. Ja, dan heb ik het al opgelost. Nee, je mag ook meeklappen. Kijk, we doen even zo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, 1, 2. We hebben een drummer, het is gewoon dit, hè? We hebben een drummer. Kijk, het is gewoon 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Gewoon het voetenwerk. Hè? En dan ben je al ver. Een beetje je handen mee. En dan je kan ook naar voren, je kan een beetje zo naar achter. Stefan, wil je meedoen? Ja? Hè? Dit is Wall Street Journal approved. Ja, dankjewel voor het klappen. Dankjewel, Bent. Ik weet dat dit er niet heel goed uitzag. Maar dit, maar dit is WallStreetJournal.nl? Ja, ze hebben .com dan. Maar ja, .nl loopt niet zo hard. Maar dat kan nog komen. Maar nee, dit is dus het basisvoetwerk. En dan kan je met je armen, je kan wat dingen doen. Maar dit is waar je al heel ver mee kan komen. Ja. Dus dit zijn even wat pasjes. Je bent sceptisch, hè? Ja. Nou, ja. Maar kijk, mijn advies zat hem er meer in van... Kijk, niet iedere dans ligt ieder lichaam, denk ik. Nee. Ik denk dat jij gewoon één dans moet zoeken die bij jou past. En dat kan hakken zijn. Maar het kan ook zijn dat de Polonaise gewoon jouw dans is. Dus ik dacht, we gaan nu even met z'n allen... Nou, met versieren heb ik dat heel veel gehad. Dat ik dan iets had gekozen. Van oké, zo moet ik iemand versieren. Ik had ook een dansje. Oh, oh, versierdans? Dus er was had je dat nummer vroeger van Papi Chulo? Ja. Papi Chulo, ja. Papi Benga Mee. En dan deed ik elke keer zo. Dat was mijn move. Dat ik dacht, nou dan heb ik ze wel. Wauw. Niks mee geregeld natuurlijk. Jarenlang op vertrouwd op die move. Nou ja, ik heb ook jarenlang... ik weet niet of je dit wel zo verteld, maar dan had ik... Had ik ook een... Dus ik dacht, misschien vinden vrouwen het wel leuk als je een goocheltruc kan. Ja, ik vind dat leuk. In een bar, ja. Op een discotheek. En dan pakte ik bierviltjes. En dan moesten ze er eentje uitkiezen, alsof het een kaart was. En dan schudde ik ze. En dan draaide ik er eentje om en zei, was dit hem? Dan bij mezelf, dan heb ik ze wel. Ik zou hier heel erg op happen, ja. Ja, maar ik heb die fase ook gehad. Ook goochelen? De goochelfase. Met dat ik één kaarttruc kende. Maar dat was dan liep ik er toch tegenaan dat die was dan best wel goed.
En dan was er daarna nog één. Dan zei ik, ja, nee, dit was het ook. Op mijn slaapkamer ligt er nog één. Ja. Ja. Maar is dat voor jullie iets sexy? Dat als iemand goed kan dansen? Nou, ik wil er wel wat over zeggen. Ja. Nou, de vraag was ook waarschijnlijk wel. Nou ja, kijk, want ik heb een beetje ook gezocht naar waarom dansen we eigenlijk. En één ding is dus sociale cohesie, dus echt verbinding met andere mensen. Maar het is inderdaad ook een vorm van, je ziet er als mens dus toch iets van evolutionair voordeel in. Of in ieder geval, het is een sterke persoon, een fit persoon. Als hij goed op ritme kan bewegen, want dat zegt eigenlijk, ik heb mijn lichaam goed onder controle, ik ben fit, ik ben gezond. Maar het kan ook inderdaad zijn dat je dus niet daarop selecteert, maar dat je selecteert op humor. Dus je kan ook een paar domme pasjes hebben. Zoals je vroeger van die mensen had, die gingen dan de schoonmaak moves doen. Ik weet niet of jullie dit nog kennen, maar dan ging je zo stofzuigen en dan op het ritme. En dan met een Swiffer overal langs. En eerlijk gezegd, als iemand die pasjes deed, vind ik dat best wel aantrekkelijk. Op een gekke manier. Wauw. Herman, kom er maar bij. Herman heeft die pijlenboog op, doet hij altijd. Ik zie wel Herman met een Swiffer. Zo. Is ja, maar grappig? Anna, ik vind het zo, ja, als wij moeten het oplossen voor hem. Ik vind het toch gevaarlijk als we Stefan een paar partytricks gaan leren. Ja? En ironisch dansen is ook gevaarlijk. Vind je, ja? Net als mensen die op bruiloften met een kind gaan. Ik heb een keer dit gezien, dat iemand denkt van, oh, ik dans met een kind. Dat is leuk, weet je wel, want het is schattig met een kind. Maar toen stond hij met dat kind een beetje zo dom. Hé, hey, leuk. En toen liep dat kind weg. En toen stond diegene zo, ja. Maar ik vind dat wel echt leuk van dansen. Dat amateurs en professionals, dat het allemaal geaccepteerd is dat die in één ruimte zijn. Dat vind ik wel heel chill eraan. Dus als je bijvoorbeeld bij een discotheek bent, ik snap niet precies waarom er een deurbeleid is op kleding, maar die is er wel eens. En dan zeggen ze, jij komt er niet in. Maar ze voeren het deurbeleid dan niet door in dansen. Ja, dat je op je schouder wordt getikt. Ja, van je moet wegwezen, man. Wegwezen, we hebben zien dansen. Dat is helemaal niks. Nou ja, het zou veel logischer zijn dat je op basis daarvan mensen eruit zet. Ja, er staat hier iemand die de techniek doet hierachter. Die heeft op zijn trui op de achterkant staat World Championship Dance Event of zo. Dus is gewoon, we hebben misschien wel de wereldkampioen dansen hier. Terwijl we hier is dat zo? We kijken even naar je. Hij schudt nu nee. Maar waarom staat het op je rug dan? Hij is er geweest. Ja, oké. Okay. Fair enough. Het is ook niet zo dat iedereen van Metallica is dan inderdaad. Nee, ik snap nu. Dat dacht ik altijd. Die zal wel in die band zitten. Oh. Hey, en nog een truc die ik zelf ook wel eens uit. Als je niet echt zin hebt om te bewegen. Ga dansen met een heel oud iemand. Snap je? Want dus bijvoorbeeld iemand die echt 80 is of zo. Die kan niet zo superveel en supersnel meer. Dus dan valt het niet zo op dat jij het eigenlijk ook niet bij kan houden. Maar kom je dan binnen in een club? Meelopen, oma! We gaan uit! De Berghain in Berlijn. Ja, ik ben gewoon heel freaky. Dit was meer een bruiloftoplossing. Ja, er is altijd wel een oud iemand bij een bruiloft. Ja, altijd wel een opa van of zo, toch? Ja, nee, ik dacht, Steven, misschien moet jij toch weer je eigen move hebben. Ja. Ik heb er één bedacht. De pop. Oké. Hè, Steven, pop. Ik heb niet heel ver nagedacht, zoals je hoort. Maar toch, de pop, ik dacht aan bellen die jij leeg prikt. Oh, ik vond het wel een vette. Ik heb dat niet vaak gezien met de dansvloer. Dus jij, nou, we gaan weer, weet je, een beetje zo. En je gaat gewoon overal. Gaat overal. En soms zie je grote, zo pat. Hey, bam. Even twee, bam, daar aan de zijkant. Oh, tik, zo. Ik vind dat is dan de pop. En misschien wordt het wel zo'n ding dat je gewoon mensen... Hey, kijk, in deze discotheek doen ze ook de pop. Ik dacht, hij is een beetje ironisch, maar hij is ook weer leuk. Want je kan er veel kanten. Je kan links, rechts, je kan twee kanten op poppen, weet je wel. Ja. Je kan samen poppen. Pop jij al? Lijkt wel alsof je heel veel mensen herkent de hele tijd. Een soort Mark Rutte is het eigenlijk. het is een beetje die Nederlandse, maar dan net... Dus mijn oplossing is je eigen move. Ik ben daarvoor. Ja, dat sluit eigenlijk wel aan bij wat ik net zei. Ja, oké. Wil je hem even doen? Nou ja, kijk, ik ging net niet meedansen, omdat ik dacht bij mezelf, ik stel het uit tot de oplossing, of wel of niet opgelost is. En als het over dansen gaat, dan heb ik eigenlijk alleen het publiek, die kan beslissen of het wel of niet opgelost is. Ja, ik ben het er helemaal mee eens. Willen jullie het zien, dus jongens? Kunnen we even juichen? Als jullie... Ik heb hier zo geen zin in. Nee. Leuk. Wil je er een drummetje bij? Hij legt die microfoon maar weg, Steve. Ja! Stefan staat. Ja, look at him! Woo! Oh ja, lekker Stefan! Prikken! Stefan popt de ballonnen. Ik geef het een live slag. Ja, er worden ballonnen gepopt. Nee, nog één keer. Een hele grote. Ah. Ik... Nou,
Nou, maar echt. Ik denk dat er ook wel mensen zijn die toen ze mij zagen dansen en met hoeveel weerzin ik dat deed, toen pas door hadden hoe groot dit probleem voor mij was. Nee, en aan het begin dachten van, dit is helemaal geen probleem. Ja, en maar toen zagen we, oh ja, jezus, stoel, ga dan weer zitten, vriend. Ik heb het tegenovergestelde. Ik vind echt dat jij best goed beweegt. Ja. Ik vond echt, hij was goed toch, jongens? Jullie gingen uit ja, je dak. Heel goed. Ja. En de dus mensen die dit alleen luisteren, moeten het maar van ons aannemen. Ja. Hij heeft gebreakdanced. Hij heeft op zijn kop gestaan. Dat was ongelooflijk. Ik heb dit niet vaker gezien. Er werd in een kooi geklommen. Dus mijn vraag aan het publiek is, dit opgelost? Dan gaan we, de band. Dan doen we de... Zo opgelost. Oh yeah. Zo opgelost. Heb je nou ook een probleem dat opgelost moet worden? Stuur ons even een bericht naar podcast@kro-ncrv.nl of slide in onze DM's op een of ander social media kanaal. En dan lossen we je probleem misschien wel op. Tot de volgende Zo opgelost.